Dit is nieuwsuitzending nummer 147. En daarin bespreek ik Rulers of Evil van Frederik Tupper. Sorry, ik heb net eventjes soep gegeten. En dan ga ik hier even naartoe. Hier heb ik een intro over gehouden, dat is nummer 0. En die duurt een uur. En het getik wat je op de achtergrond hoort, dat is mijn eierwekker. En we hebben dus iets meer dan 30 minuten. Ik wil het kort houden, omdat jullie zo spoedig mogelijk en zo snel mogelijk duidelijk te maken. De heersers van dat wat boos is. Evil is kwaad op zichzelf. Heersers van boos. Dat kennen wij niet op zijn Nederlands, maar heersers der boosheid, moeten we zeggen. Als wij boos worden op elkaar, dan gaan zij heersen. Dat is wat Frederik Tupper Saucy, zeggen ze dan in Amerika. Maar het is de Frans, het is een hugenoot. En de hugenoten, dat was de Franse tak van Calvijn, het Calvinisme. De Lutherianen en de Calvinisten. In uitzending 0 ben ik van achteren naar voren gebladerd. En nu ga ik van voren naar de eerste natuurlijk. Hè. Maar dit zijn de credentials. Het is gecopyrighted in 1999. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag gereproduceerd. Blablabla. Without permission in writing from the publisher. Ja, het staat inmiddels gewoon op internet. Dus ja, ik snap niet goed waar deze mededeling over gaat. Het is gepubliceerd door Osprey Bookmakers. In Reno, Nevada. Dit is de eerste editie die ik hier in beeld heb. The Order of Simon Peter, Las Vegas. Ja, ja, zal wel. Het is maar de openingspagina. De Orde van Simon Petrus in Las Vegas, Nevada. Hier wordt het gelijk leuk. Er is een uitspraak van een man die wij allemaal kennen onder de naam Bill Clinton. Hij is dan getrouwd geweest met iemand die hij helemaal niet aardig vond, volgens mij. Sorry, nee, even een hapje. Maar dat was Hillary Clinton. En dat Frederik Tupper Saucy bij deze uitspraak van Bill Clinton heeft stilgestaan. Lijkt me wel belangrijk. Het is 31 maart 1999. Rondom die tijd is mijn dochter verwekt. Ik heb een kind. Op mijn andere uitzendingen vertel ik er heel veel over hoe het met haar gaat. Het gaat verbazingwekkend goed. Maart 31, 1999. Maar toen is zij verwekt. Ongeveer, of 1 april. Of, ja. Ergens rondom die tijd. Ik loop even door de inhoudsopgave heen. Kijk, wat is dit dan? Deze sterretjes, oh, dat snap ik even niet. Oh, dit zijn de illustraties. Oh, ik mis een kopje. Ja, precies. Ja. Dit is de opsomming der illustraties, gewoon van de tekeningen. Nog meer tekeningen. Dan heb je dus een legende, zit erbij. Legenda. Een sterretje is dan, dat kan je ook zelf nog opzoeken. Een sketch by the author. En een kruisje is de verzameling van tekeningen die hij had. Oh ja, en twee kruisjes, een double cross. Moet je voor oppassen, een double cross. Dat is gefotografeerd door de auteur. En dit is Architect of the Capitol.
Ja, wat is dat dan eigenlijk? Zijn we ook natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar. Je zit hier te kijken naar een uitzending. Ja. En die gaat dus hooguit. Het zijn 25 hoofdstukken. Dat is minimaal, zullen we zeggen, 30 minuten per hoofdstuk. We hebben het toch over 12,5 uur. En dan nog een beetje nakletsen. Dus dan zit je al gauw te 30 uur. Deze man heeft 10 jaar besteed. Dat betekent 10 keer 1300 uur. Dat is 10 keer 1300. Even narekenen hoor. Volgens mij is dat 13.000. Dus heb respect. Dit zijn dus alle plaatjes. En, ja, heel veel met sterretjes. Zien jullie dat ook? En die zijn allemaal van Frederik Tepper-Sossi. Die. Dit is dan weer een andere. Oh, dat is weer hem zelf getekend. Zelf getekend. Lorenzo Ricci. Daar is er een dingetje van gedaan. Ja, precies. Die heeft hij in zijn bezit. Even een beetje friemel hoor. Zo gaan we naar de volgende. Charles Thompson heeft hij zelf getekend. Kardinaal Robert Bellarmine heeft hij zelf getekend. John Stuart zelf getekend. Bishop John Carroll. Dat is een hot name, man. Dat is J.C. Zie je dat? J.C. Anyone remembering Jesus Christ? Of hoe heet ook alweer die protagonist van de Terminator? Was toch ook J.C.? Of niet? Dit zijn allemaal, hier krijg je weer een plaatjes, die heeft hij verzameld. Hier, dit zijn plaatjes waar hij een foto, dit zijn foto's van hem. Ja, dus. Dan heb je hier dus de apotheose. Dan gaan we echt opzoeken wat het is, hè. Maar dat is de enige met een paragraafteken. Ah, nee, hier nog. Hier ook nog één. Daar nog één. En dan nog één. Oké. Dit wordt spannend. We hebben dus vier van de Architect of the Capitol. Interesting. Nou, hier gaan we beginnen. En dat is dan de introductie. En dan krijg je hier de preface. Dat heet er ook weer intro. Dus je hebt eerst introductie. En dan krijg je de inleiding. Dan het voorwoord. En dan de oriëntatie. Nou, ik weet niet of ik dit in de mij beschikbare tijd helemaal kan afronden. Maar ik ga het wel proberen. Want een pussy ben ik niet. Nou, de rest van de hoofdstukken, ik ga ze niet allemaal oplezen, maar het wordt ontzettend interessant. Hier, dit wordt gewoon echt onrecht. Super geil. Wie die Duitse zaken. Kijk, dit heb ik doorgenomen. De index heb ik doorgenomen. De bibliografie heb ik doorgenomen. Dit is de glossary. Wacht even, dat lijkt op een. Die slaan we nu even over. Dan wordt het echt wel goed. Ik denk dat we hier goed gaan samenvatten. Maar dat is dus pagina 298. Hè? Ik laat je er even over nadenken. Ik geef jullie even een korte denkpauze. Dit boek was dus iets van 400 pagina's. In 10 jaar geschreven. Hoeveel pagina's per dag is dat? Dat is 0,1 pagina per dag. Afgerond, hè? En ik ga zo dadelijk 0,2 pagina doen in de mij resterende minuten. Hier beginnen we mee. Wat is dit? Kijk even naar dit plaatje. Je ziet hier een dome. Een dome. En bovenop die doom staat een wezen, een verbeelding van het wezen, een wezen, een man, denk ik. En dan gaan we tellen. Het hoofd van die man
staat in het middelpunt van een numerieke waarde. En welke waarde is dat? Ga maar tellen met mij. Helemaal bovenin bij het noorden. Daar heb je dus 1. Ja? Het noordoosten heb je 2. En helemaal in het oosten heb je 3. Dan krijg je 4. Als je recht naar het zuiden gaat, heb je het nummer 5. Ja? Daarna heb je het nummer 6. Dan krijg je nummer 7. En dan nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zijn er geen 9? Er zijn er 8. En een spin, dat is geen insect. En hoeveel poten heeft een spin? 8. Dus de spinmens. Ze vieren ook in Bohemian Grove. Dan gaan ze de spin verachten. Ja. The creation of care. Dit is dan de introductie en daarvan de inleiding. Of het is de inleiding en daarvan het intro. Ja, dat... Ik ga het nu letterlijk... Jullie kunnen dit goed in beeld houden en ik lees het gewoon in het Nederlands op. De enige mensen op deze wereld, zo lijkt het, die geloven in de samensweringstheorie van de geschiedenis, dat zijn die van ons die dat hebben bestudeerd. De enige mensen op deze wereld, zo lijkt het, die geloven in de samensweringstheorie van de geschiedenis. Maar dat kan je zo zeggen. Dat zijn die van ons, hè, die dat bestudeerd hebben. Ik ga weer even vertalen, ik lees weer voor. Terwijl Franklin D. Roosevelt zo mogelijk overdreef toen hij zei, dubbele punt, niets gebeurt in de politiek per ongeluk. Als het gebeurt, dan was het zo gepland. Einde van wat Franklin D. Roosevelt zei. Een andere auteur. Ik lees weer voor. Carol Quigley. Bill Clinton, zijn geliefste leraar bij Georgetown University, gaf ruiterlijk toe in zijn boek Tragedie en Hoop uit 1966 dat, ik krijg een opsomming, dat A. de meerderheden al lang onder het bestuur stonden van een kleine en machtige groep die afstevend op werelddominantie. En ten tweede, B. Quigley, die auteur dus, Quigley, hij was een lid van die groep. Die idioten zijn zo dom geweest om te gaan lopen pronken met de toekomstige winst. En dit boek, Tragedie en Hoop, dat klopt, hè? De tragedie, die is voor ons. En die hoop, die is voor jullie. Want ook Carol Quigley, al was hij Bill Clinton zijn meest favoriete professor,
je kan ook alleen maar hopen dat het goed gaat. En dat wij die mensen gaan vergeven voor wat ze ons hebben aangedaan. En dat hoop ik ook voor die man. Ik hoop ook dat wij hem gaan vergeven. Ik ga even voorlezen. Internet samensweringssites streven ernaar de samensweringsfacties, de samensweerders te identificeren. We krijgen stukjes hier en stukjes daar. De wereld wordt gerund door vrijmetselaars, zeggen sommigen. Anderen zeggen skull and bones. And a loose confederation of secret societies. Oh, ik krijg een stuk peper binnen. Ja, ik eet altijd heet. Sorry hoor, ik had een beetje honger. Others say skull and bones. En a loose confederation of secret societies. Dus een losse. Ik moet in het Nederlands zeggen. De wereld wordt geregeerd door vrijmetselaars, zeggen sommigen. Anderen zeggen skull and bones. En een verzameling van geheime verenigingen. De CIA, van een van de geheime verenigingen, daar gelooft iedereen in dat die het doen. Samen met Mossad. En dan zegt hij dus, de persoonsie, alhoewel ik denk dat deze facties alleen maar instrumenten zijn. En natuurlijk de British een frontrunner, een andere aanvoerder is het internationale bankwezen. Toen Victor Marston het boek de protocols, dat is echt een goed man, de protocollen van de ouderlingen van Zion. Toen Victor Marston dat boek, de protocollen van de ouderlingen van Zion, publiceerde in 1906. Dat leek te zijn een Joods plan. Volgende pagina. Om de wereld over. Dit is niet van Clipper Saucy. Oh, wacht even, dat heb ik niet goed voorbereid. Dit is van Pat Shannon. Een wilde journalist. Journalist at large. Terug. Nu uitvergoten. Ik doe gewoon twee pagina's. Dat zou best mooi zijn. Twee pagina's in een half uur. Dan redden we het wel. Dus the Jews to take over the world. Joodse schrijvers ontkenden daarvoor verantwoordelijk te zijn. En beschuldigde een samenzwering van katholieken om de Joden de schuld te geven. Aan wiens zijde was Marsden, en dat is dan die man, ik pak hem even terug. Geen detail overslaan. Marsden. Victor Marsden. Waar stond Victor Marsden, de schrijver van de protocollen van de ouderlingen van Zion? Aan wiens kant stond hij? Je kan zo diep gaan in samensweringen dat de verdachten beginnen start canceling each other out. It can become frustrating. Ja. Even terug wat hij hier bedoelt. Ga maar met me meedenken.
Er is dat boek gepubliceerd, de protocollen van de ouderlingen van Zion in 1906. Dat leek een Joods plan te zijn om de wereld over te nemen. Joodse schrijvers ontkenden verantwoordelijk te zijn. Joodse schrijvers ontkenden dat ze... Ja, Joodse schrijvers zeiden, nu hebben we niet gedaan. En ze richtten de vinger op de katholieken om de Joden de schuld te geven. Dus aan welke kant was die man dan? Misschien wat de persoon hier bedoelt is, het zou kunnen zijn dat Marsden, dat het controlled opposition was. Je kan zo diep gaan in samensweringstheorieën of ideeën, dat niemand meer schuldig is. The suspects start cancelling each other out. Kan je niet meer iemand meer de schuld geven. Dit zegt dus Pat Shannon. Ik ben blij om te kunnen vertellen dat Frederik de Persoci heeft... Ik ben blij om te vertellen dat de Persoci naar ons is gekomen. Tijdens zijn 10 jaren tijd als vluchteling voor het ministerie van Justitie, tussen haakjes veroordeeld van een misdaad die niet in de lawbooks, dat zijn dan rechtboeken, ja, wetboeken staat. Sossi, Frederik Tepper Sossi, heeft zichzelf bezig gehouden met een onderzoek naar de machten die zijn. Het was een onderzoek zoals, zover ik weet, nooit eerder is gedaan. De vrucht van zijn... amazing legwork. De vrucht van zijn wandeling is heersers des kwades, rulers of evil op zijn Engels. Een machtig boek dat in minder lievende handen misschien over zou komen als kwaad en veroordelend. Ja. Sossi's thesis, de auteur dus, Frederik Tepper Sossi. Er is inderdaad een kleine groep dat ons bestuurt. Maar we kunnen het geen samenzwering noemen, omdat het zichzelf identificeert, zichzelf openbaar maakt met tekens, motto's en monumenten. Tekens, motto's en monumenten, vraag je misschien. En dan snel gezegd, wat heeft de hoogste positie? Wat heeft de hoogste positie op het US Capitol Building? Het is mogelijk het meest gepubliceerde beeldwerk op deze aarde. En je kan het niet zeggen. Je weet de naam niet. Als je niet weet wiens voeten stevig geplant zijn bovenop
het wetscentrum van jouw land. En of je niet weet hoe dat beeldwerk daar kwam. Of van waar ze kwam. De groep die Amerika onder controle heeft vanuit van binnen. Als je één keer weet van die dingen, dan gaat de mist optrekken. En nu weer, dit is weer dan, is dit die quote? Maar nu weer Pat Shannon aan het woord. Saucy, Frederik Tupper Saucy, heeft honderden signatory clues. Ja, hij is in de archieven geweest. Hij heeft honderden officiële aanwijzingen achtergelaten door die rulers. En dat waren aanwijzingen die wij misschien getraind zijn om te ignoreren. Wat is het nou ook weer? De andere kant uit te kijken. To ignore. Die wij gewoon niet onder ogen hebben. Hier is, Sossi, heeft die aanwijzingen teruggeleid. Hij is het pad teruggegaan naar het origine. En heeft ze vergelijken met de feiten van de geschiedenis die teruggaat voor 6000 jaar. Allemaal vergeleken, uitgebalanceerd tegen het meest betrouwbare menselijke referentiewerk, referentieboek dat er is. En dat is de Bijbel. Het resultaat, dubbele punt, een onvermijdbare touchstone. Nou, dat weet ik eventjes niet hoor. Voetsteen. Eerste stap voor alle toekomstige werken over dit onderwerp. Rulers of evil, herrscher des beuze, de regeerders van het kwade, is een onbetaalbare, indispensable, die mag je niet kwijtraken. Het is een studieboek. Dat je waarschijnlijk uitleeft van kant, kaft tot kant. Oh ja, to the face. Oh, precies. Als je dit boek hebt, dan ga je er allemaal aantekeningen in maken. Je gaat het defacen. Je pakt je stift erbij. Dan ga je onderkleuren. Zo, zeg je, dit is goed, dit is goed. Wauw. To the face from cover to cover with highlighting. Dit ga je gewoon besmeuren van kaft tot kaft met je pen. En dat kan natuurlijk niet, want het is een pdf. Kijk die mop van het domme blondje die T-Pex op de iPad deed. Er zat een typfout namelijk. By all means, zonder meer, bewaard. Oh, dit is een hele mooie. Zonder meer moet je dit boek zetten op de laagste plank of de lagere plank van je boekenkast. Zodat het onder handbereik is van nieuwsgierige kinderen. Ik ben klaar met voorlezen. Maar dat is helemaal niet makkelijk of zo hoor. Engels en één keer naar Nederlands toe. Ik heb nog 5 minuten, dus. Krijgen we hier, dat gaan we dus de volgende doen. Maar dit is voor de tweede keer. Misschien doe ik die zo wel even. Ja, kan ik zo maar even doen dan. Toch net spinazie gegeten. En de werkster is heerlijk weg. En mijn keuken is schoon. Yeah! Ja, hartstikke fijn dat jullie hier naar geluisterd hebben.
En ik ga het nog helemaal afmaken, want dat heb ik ook de vorige keer uitgelegd. Ik zal nog even kijken. Ik heb toch mezelf zoveel minuten gegeven. Ik ga maar eventjes in de Bijbel kijken, ja? Kijk hoe makkelijk ik het kan vinden. Koning Saul. Die waarzegger. En dan heb je profeet. Want dat was toch samen wel. Koning Saul. Samen wel. Jups. Voor mij was het deze. Ik ga alleen maar een beetje scoopen. En dan pak ik zo dadelijk de King James erbij. Even kijken, want dit is niet het verhaal. Wacht even, het gaat overnieuw. Kijk, daar staat. Samuel, dat was een profeet. En dat was in de tijd van koning Saul. En hij was een richter. Hij was bovendien een priester. Hier ging het mij niet om. Het gaat over het afmaken. Kijk. Daar ging het om. Samuel was oud en twee van zijn zonen werden richters, waren Joël en Abia. Maar het volk was hier niet tevreden mee en wilde een koning. En die profeet Samuel zalfde daarop Saul tot koning van Israël. Maar Saul die luisterde niet naar God. En ik weet, de volgende keer ga ik het, het gaat over afmaken. En ik ga dit ook afmaken. Natuurlijk mee. Ja. Als je iets begint, moet je het afmaken. Maakt niet uit wat je begint. Doet er helemaal niet om. Als je het maar afmaakt. Mijn vader die leerde mij. Jongen, als je denkt dat je niet meer kan, ben je ongeveer op de helft van je krachten. En ik moet dit af gaan maken. Ik moet jullie gaan vertellen van de heersers van het kwade. Hoe dat in elkaar zit. En dan word je gewoon morgen wakker en denk je, oh, we maken het uit. Het was al 6000 jaar lang zo. Dus nou, vandaag dus weer. Huh? En dan ga je gewoon iets anders over de snelweg rijden. Als je per ongeluk naar Den Haag moet voor je werk. Kan je ook aan denken. Nou, voor deze sluit ik hem af. En dan ga ik dus door met de nummer 2 van de intro. Dus dat wordt al richting 30 uitzendingen zeg. Ongelooflijk. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers, tjus.